Racing Genk leeft samen met de Kristal Arena op een wolk, want drie zegens na elkaar in play-off 1, dat was zelfs in de gewone competitie nooit gelukt. Voor de coach Mario Been is het dus evident dat hij voor hetzelfde geraamte kiest als dat van de laatste weken. Er is één wijziging links achteraan, vervangt Torben Jonelait de geschorste Chimanga. Bij de bezoekers geeft José Riga op rechtsachter toch nog eens de kans aan Opare. Goreu is geschorst. In steun van de enige diepe spits, Chité, komt González weer in de basiself. En op de rechterflank is er plaats voor Mujangi Pia. De scheidsrechter in Racing Genk standaard is Alexandre Boucault. González, Van Damme, Buijers. Nu Pocognoli. Van Damme. González. Ja, hij zoekt de overtreding los door contact van Simaes. De eerste vrije trap op een interessante plek is voor de bezoekers. Simaes die even het linkerbeen nog uitsteekt. Met dit gevolg. Een muur van vijf mensen wil Keuteles. Er is veel overleg bij Standaard. Keuteles staat heel ver tegen de verste paal. Wil die bal absoluut zien vertrekken. Chité over de muur heen. Dan wijkt hij af en dan is er 0-1 in feite. Mee Chité. Kopje gebruiken, zegt Riga. Maar dat moet dan nog wel bijna 90 minuten lang. Want de wedstrijd is amper bezig. Of die bal zit er al in. De bedoeling was over die muur heen krullen. In de korte hoek, niet de verste, maar daar belandt hij wel. Via de elleboog van Buffel trouwens. Inworp van Standaard blijft hangen. Daar is Mujangi Pia. Die werkt zich voorbij De Bruyne. Daar is Chité. En nog is Chité. Nee. Er was nog Keuteles. Maar het was al het tweede doelgevaar van Standaard in die eerste 10 minuten. Felipe. Op zijn typische manier, maar het mocht. Buijers verslikt zich. De Bruyne niet. Kevin De Bruyne, goed op bij Benteke. Benteke niet voorbij Polat. Dat is de eerste reuze kans voor Racing Genk. Van Damme vindt een gaatje voor Chité. Chité als eerste bij de bal. Dan is er de penalty. Keuteles wordt teruggefloten. Geel voor Keuteles. En de penalty voor Standaard, veel belangrijker. Chité was zeker als eerste op de bal. Maar was er dan ook een overtreding van Keuteles? Het lijkt van niet. Nog eens kijken. De toets. En dan zet hij wel zijn been. Dus kan je fluiten. Ja, Mehmet Chité. Is gehavend. Er wordt zelfs gepaard. Vervangen. Chité vervangen of niet, dat zijn zorgen voor later. Eerst Joni Buijers. Met de kans op de 0-2. Buijers. Rustig 0-2. Ja, Standaard op rozen. Al is het afwachten of Chité verder kan. Als een coole kikker, Joni Buijers. Keuteles de verkeerde kant op. Batshuayi wordt de nieuwe spits. Chité met de gehavende schouder voorgoed naar de kant vanavond. De extra tijd van de eerste helft is al begonnen. Er komt nog een corner voor Racing Genk met Kevin De Bruyne. Die bal is achter de doellijn geweest, dus die kopbal telt eigenlijk niet. En zo gaat Racing Genk rusten met een 0-2 achterstand. Island, Racing Genk met greep op de tweede helft. Wat doen ze ermee? De own goal. Of is er nog Vossen? Maakt niet uit. Het staat wel 1-2. En er is nog een hele tweede helft te gaan. Dus er is weer hoop voor Racing Genk. Overijverig Pocognoli met dat tikje. En ik denk dat hij al over de achterlijn was. Maakt eigenlijk niet uit, maar misschien voor Jelle Vossen wel. Simaes breed tot bij Kroeks die tegen de lijn kleeft.
zie maar, zo waar hoog met Van Keur bij zich. Hoe gaat hij dat oplossen? Zo dan maar. Nog Simaes. Buffel. Aflegger Vossen. 2-2. Met dank aan Jeroen Simaes. Die zowaar in de rol van een soort van rechterflank aanvaller kroop. En zo kwam hij er toch doorheen. En Standaard dat met 0-2 op Rozen zat. Bekijk dit maar. Veel tegenslag bij die eerste tegengoal. Maar dit keer zit zeker een vast Jelle Vossen die afwerkt. En er is nog tijd zat. Simaes. Met een opzittende Batshuayi. En dan glijdt hij weg. Jeroen Simaes. Batshuayi. Wat doet hij ermee? Nou, nog goed verdedigen van Simaes en de Batshuayi. Meteen rood uiteraard. Wat deed hij daar met de linker in de buik van Simaes? En zo onsportief. De bal was al weg en dan plant hij zijn linker in die buik van Simaes. Daar komt een fameuze schorsing aan. Hoe geduldig is Racing Genk? Op zoek naar een goal die veel verschil kan maken. Een blunder achterin bij Standaard. Helpt Racing Genk een handje. Benteke is de man die viert. Maar er was vooral een misverstand tussen Felipe en Polat. Felipe alle ruimte met Polat. En dan opportunistisch Benteke. Wat een cadeaus. Er is toch thans communicatie. Je ziet Polat roepen. De Bruyne. De Bruyne op snelheid. De Bruyne er doorheen. De Bruyne legt hem ernaast. Het zou net te mooi geweest zijn. En nu heeft Polat zich geblesseerd. Nou, alle wissels zijn op bij Standaard. En Jelle van Damme. Dekt het keepershirt dan maar aan. En Elke en Kim zijn er ook bij. Wat een mooi moment voor de zusjes. Zijgas, ja, deze bal zou ik niet kort nemen. Zou ik niet doen. Hij twijfelde even, toch. Toch kort. De voorzet komt. Kopballen, dan Keuteles. Bijna de 3-3. Het zou een half mirakel zijn, maar ook hij heeft zich nu geblesseerd. Oh, wat een safe, een reflex. Dus er De Bruyne. Komt er nog één goede tegenaanval. En dan is het over. Buitenkant voet, prachtig van De Bruyne. Van Damme uit de goal. En dan komt net niet de 4-2. Vossen gaat nog. Vossen op zijn eentje. Vossen wil het zelf doen. Van Damme met wat moeite. Maar zo eindigt Racing Genk. Standaard in 3 tegen 2. Het is helemaal afgelopen. En Standaard heeft een groot probleem met het oog op Europees voetbal.